Kaji and Good Enough For You. It's good enough for me, Frank Dane. Yeah, baby. Hallo. De Frank en Timor Show op 3FM. En deze hele week de week van de invallers, omdat wij natuurlijk invallers zijn. Maar ook nodigen wij iedere dag een nieuwsluisteraar uit voor het 5:30 journaal. Zo hebben we Margen van Praag gehad. We hebben Noralie Beijer gehad. Wij hebben Suzanne Bosman gehad. En wij hebben gehad... Edward Niesing, want ik heb zijn pen in mijn hand. Okay. Enige man die ook gewoon zijn eigen pennen heeft. En nou niet meer. Nou niet meer. En u hoort nu de stem van de 8:00 journaal presentator van deze week. Hendrik Peter Johan van der Westerlaken. Hey. Zo, dat is een officiële aankomst. Alala, Rick. Ja. Dat wisten wij niet. Noem mij maar gewoon Rick. Hoe is het? Ja, goed. Met jullie? Nou, bij ons goed, maar volgens jou is het even lastig, want jij moet vanavond tot 8:00 doen. Ja, ja, ik ben net uit de televisieafdeling, zeg maar, hierheen komen snellen en ga zo ook weer terug. Dus, onderwerpen zijn al klaar voor vanavond? Nee, we zijn allemaal druk bezig met de uitzending voorbereiden, dus de volgorde staat nog niet eens vast. We zijn heel erg aan het stoeien met allerlei onderwerpen die wel of niet nog, voordat het straks 8:00 is, groter nieuws gaan worden dan... dan dat we nu denken. Wat wordt de opening, wat je nu denkt? Ja, ik denk dat we nu gaan inzetten op de bezuinigingen. De mogelijke bezuinigingen die erbij komen na Prinsjesdag. Dus we gaan 18 miljard euro bezuinigen in Nederland. En misschien wordt het nog wel meer. Daar gaan we het misschien mee beginnen. Maar het kan ook zomaar zijn dat er een ander onderwerp in één keer opduikt. Wat we interessanter vinden. Want je merkt op zo'n vrijdag dat er allerlei onderwerpen strijden om de eerste plek. Dat betreft. Maar heb je daar wat over te zeggen of gaat iemand anders daarover? Nee, ik praat daar gewoon over mee. Ik zeg gewoon wat ik vind. En dan als iemand wil luisteren, dan mag dat. En dan misschien dat ze dan ook een actie op doen volgen. Maar weet je, je praat gewoon mee en je discussieert over wat het belangrijkste nieuws is van de dag. En ja, daar hebben jullie waarschijnlijk ook een mening over. En dat... Maar schrijf je dan ook je eigen teksten of ja, je eigen meestal verhaal? Wel, ja. Dus het ligt een beetje aan hoeveel tijd ik ervoor heb. Als ik was net bezig met een tekst voor de Wereldhavendagen. Die zijn nu in Rotterdam. Dat is best een lastig verhaal, omdat het en over de economie gaat, maar ook over de Wereldhavendagen. Een soort tentoonstelling in Rotterdam. Ja, dat is lastig te matchen. Dus die ben ik aan het herschrijven nu bijvoorbeeld. En dan probeer ik het een beetje te maken zodat ik het... goed kan vertellen. Net zoals jij, of net zoals wij eigenlijk, ben jij ook een invalpresentator? Ik ben ook een invalpresentator. Echt waar? Mag je niet het 8:00 nieuws doen? Nou ja, dat doe ik vanavond. Maar normaal gesproken zitten daar Sascha de Boer en Rob Trip. Ja. Wanneer ga jij een keertje dat doen dan, vast? Nou, ik doe het eigenlijk al regelmatig, net zoals jullie af en toe invallen. Ik hoef niet per se vast, hoor. Kom een beetje op. Ik zit ook af en toe op de radio. Nee, maar Radio 1 Journaal doe ik af en toe. Dat vind ik ook hartstikke leuk. Maar wanneer mag je dan die ereplek bestijgen? Ik denk als je heel veel kilometers hebt gemaakt, heel oud en wijs bent. Ik ben oh, dat zou Sascha de Boer leuk vinden dat je dat zegt. Alleen Sascha is dan de uitzondering. Heel oud en wijs en knap. Rick, ik hoor via van vrienden van mij dat jij een belangrijke positie had bij de Leidse studentvereniging. Bij het koor ook, of niet? Nee. Oh, ik Quintus. Heb niet bij het koor gezet, bij Quintus. Ja. Quintus. Ja, dat is een ander soort studentenvereniging dan het koor. Dat is maar dan, ja, belangrijke positie. Dus je bent eigenlijk een hele, hele rechtse jongen tussen al die linkse journalenmensen op de redactie natuurlijk. Ja, ik weet niet waar je dat op baseert. ik ben nog rechts of nog links. Maar zorg jij een beetje dat is het officiële statement. Maar zorg jij een beetje voor de rechtse paper bij het journaal? Dat je denkt, nou jongens, alweer iets over nee, maar je gaat uit werklozen. Van verkeerde veronderstellingen. Ik ben niet zo rechts, maar ik ben ook niet zo links. Ik ben gewoon een journalist en ik ben geïnteresseerd in nieuws en over het ene onderwerp heb ik misschien een meer rechtse mening dan andere. En het andere onderwerp ben ik misschien iets meer links. Maar ik ga je niet zeggen op welk onderwerp natuurlijk. Nu een beetje neutraal blijven. Ja, ja. Over het weer kunnen we wel praten, toch? Over ja, alles. Altijd. Zondag wordt het een stuk minder. Ja, dat is een feit, helaas. Mogen we jou uitnodigen en vragen om zometeen om 5:30 een bulletin te doen voor ons? Natuurlijk. Daar ben ik voor gekomen, jongen. Je bent eigenlijk de sluiter van het hele rijtje. Ja, ik heb het gehoord. Ja. Ik had een indrukwekkende lijst. Ja, we konden niemand vinden vandaag. Ja, en ik zat toch in de buurt. Ja. Nee, ik snap het. Ik snap het best. Heel leuk. Bart-Jan Kuhne behandelen me aardig, want die gaat het eigenlijk schrijven. Maar je mag het altijd nog herschrijven, hoor. Is goed. Ja, oké. Rick van der Westerlaken zometeen in het 5:30 journaal bij 3FM. Waarbij het 17.31 is. Het is tijd voor het 5:30 journaal. En onze gastnieuwslezer voor vandaag, Rick van der Westerlaken. Goedemiddag. Meneer van het 8:00 journaal, de grote meneer. Zou jij ook Noralie Beijer achterna willen gaan? Die heeft het tot de 65e gedaan bijna. Nou, weet je, ik denk daar niet zo over na eigenlijk. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. En als dat dan na een verloop tijd klaar is, dan is het klaar. En dan ga ik iets anders doen. Maar ik heb nog heel erg naar mijn zin. Dus voorlopig blijf ik nog gewoon doen wat ik doe. Rick van der Westerlaken, dank u wel voor uw aandacht. Dames en heren, hier komt hij met het bulletin.
De overheid onderzoekt de mogelijkheid van een eigen veiligheidsgarantie voor overheidswebsites. Dat zei minister Donner na het kabinetsberaad. Er zijn berichten dat een aantal belangrijke sites niet 100% waterdicht zijn, omdat Iraanse hackers erin zijn geslaagd een Nederlands bedrijf te kraken dat veel overheidssites beveiligt. Binnenlandse Zaken heeft de gemeenten en provincies opgeroepen alle risico's op een rijtje te zetten voor het geval de beveiliging inderdaad niet deugt. En de film Sonny Boy wordt ingezonden voor de Oscars. De film naar het gelijknamige boek van Annette van der Zijl gaat over de relatie tussen een Nederlandse vrouw met een veel jongere Surinaamse man. Een gedeelte van het verhaal speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. En wellicht zien we straks de regisseuse Maria Peters wel met dat felbegeerde beeldje in haar handen. De Oscar-uitreiking is eind februari volgend jaar. Ja, en dan een vraag waar heel Journalistiek Nederland zich op dit moment mee bezighoudt. Is de wolf nu wel of niet terug in Nederland? Natuurorganisatie ARC weet het bijna zeker. En zij kregen foto's van deze vrouw die het dier vorige week op de foto zette in de buurt van Arnhem. Tussen het Van der Valk Hotel en de rotonde in Duiven dacht ik dat er een hond overstak. En nog iets dichterbij dacht ik dat het een vos was. En nog iets dichterbij bleek het om een wolf te gaan. Ik heb er foto's van gemaakt. Volgens de wolven-experts is het voor 95% inderdaad de Europese grijze wolf. Ik denk dat gewoon Sander Lantinga is die topless ligt de zon ergens. Nou, je moet zelf maar eventjes naar de foto's kijken. Hoor. Dat zou Sander kunnen zijn, maar het kan ook zomaar een echte wolf zijn. Want het is een hele vage foto die mevrouw maakte. Die foto is terug te vinden via nosop3.nl. En de wolf werd in 1897 voor het laatst in Nederland maar gezien. Dat hebben we toch elke zomer, Rick? We hebben natuurlijk de slang gehad in Enkhuizen. We hadden het vorig jaar. De puma, twee jaar geleden. Wat hadden we vorig jaar? Die puma is echt al 6 jaar geleden. Is dat zo lang geleden? Ik heb zelf met een camera over de Veluwe gered om hem te vangen. Nee hoor, dat is echt heel lang geleden. Maar jij die gewoon? Dat zou best kunnen. En hoe was dat? Had je nog hoop ooit dat je hem zou vinden? Of dacht je van, dit is echt kansloos? Nou ja, wat doe ik hier? Het is natuurlijk typisch een komkommerverhaal. Maar iedereen heeft het er wel over. Want god, zou die wolf of die puma, zou dat echt zijn? En ik zie zo'n hele vage foto. En dan kan het echt een kat, een hond, Sander Lantinga. Kan eigenlijk bijna alles zijn. Maar dat is juist leuk. Het is wel een verhaal wat veel mensen bezighoudt. Je kijkt ook op Twitter. Je ziet dat mensen het daarover hebben. En niet over de bezuiniging. Ja. Nou, misschien moet je wel met de wolf openen vanavond. Nou, 8 uur. Ik dacht van niet. Nee, ik denk dat ik ermee afsluit. Goed. Wat doet het weer dan nog? Rick van Westlaken. Ja, het belooft een mooie zomeravond te worden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt nog wat warmer met temperaturen tussen de 24 en 28 graden. Ik geloof bijna mijn ogen niet als ik het voorlees. En aan het eind van de middag dan komen er wel weer wat onweersbuien in het westen van het land. En zondag komt er helemaal een einde aan het zomer. Ja, toch minder hè, zondag, hoor je dat? Absoluut. Mag ik je hartelijk danken, Rick. Graag gedaan, jongens. En hoe snel moet je terug naar het 8 uur journaal? Nou, nu. Want anders? Ik moet eerst even snel een bordje eten meenemen. Dan heel erg op mijn computer gaan zitten. En dan alle tijd die ik hier heb doorgebracht inhalen. Met alle laatste ontwikkelingen horen en zien. Oké. Okay. En doe je nog vanavond eventjes tijdens 8 uur even een knipoog naar ons? Dat we allemaal weten wat luisteraars van 3FM... Dat is leuk. Maar dat doe je toch altijd? Dat doe je altijd? Ja, is dit nog nooit opgevallen? Kun je niet nog één knoopje verder open doen? Weet je wel, dat je echt daar zo... Nee, David Hasselhoff zit en dan weet alle kijkers... Oh, dat doen ze voor... Hier kan ik het wel doen. Waar zit ik aan? Een handkusje dan misschien, dat is makkelijker. Nee, op het 8 uur natuurlijk vanavond. Nee, natuurlijk niet. Wat denk jij nou? Doe het hier. Jammer, kunnen we niks afspreken, Frank? Nou, als je gewoon een keer verspreekt, maar ja... Ja, de kans is zeer aanwezig. Op de autoweg. Dankjewel, Rick. Doei. Laat ons bij. Helene, hey! Hallo.